Krusty, Madam Krusty. En de rest kun je weer zien op mijn website. Maar ik ben er weer klaar voor, as you can see. Goedemorgen! Het is een nieuwe week en het is maand. Het is dus ook maandag. Wees jezelf deze week, jongens. Ik ga absolutely my fabulous self zijn deze week, want het is Fashion Week Amsterdam. En dat is twee keer per jaar natuurlijk. En dat heb ik zo'n zin in, want dat is gewoon het moment dat ik gewoon ga uitpakken met designer kleding. Ik heb designerscontact, ik mag kleding van ze aan. En zo fijn, designers hebben mijn contact of ik kleding van hen aan wil. En dat is gewoon mijn ultimate goal. En ik hou ervan. Ik wilde dit zoveel jaren en ik heb nu een persbandje. En ik heb er gewoon heel veel zin in. En je hoort gesis, want ik ben aan het koken. Ik ben met de eigen tip van vorige week aan het maken. Weer ananas met kaas. En ik laat mijn melk bijna overkoken voor de koffie. Maar oh my god. Oeh, dat zag je al een heel klein stukje. Oh, huh. Het leek net of mijn beeld andersom was. Maar dat was misschien alleen van het schermpje. Oké. Wat een raar begin van de week, jongens. Sorry voor al deze besprekingen. Maar ik moet op de werk bij de Albert Heijn. Wat ik nog wilde zeggen eigenlijk is dat ik deze week dus ook alle filmpjes online zetten van de dagen. Dat doe ik meteen de dag daarna als het lukt. Dus hou dat sowieso in de gaten. Of als je ze nog niet hebt gekeken, kijk ze nog even van de show. Superleuk. En mijn fabulous outfits komen er natuurlijk ook in voor. Lookje van de dag, als het even mag. Deze bril is echt nieuw. Ja, duh. Maar echt fantastisch. En hij is van Euroland, volgens mij was hij 5 euro. Het hoeft niet altijd super duur te zijn om er super goed uit te zien. Jasje, maar wat vind je het? Net als de denimbroek. Deze is van het Kaufhaus. Tas is van de Weekday, Transparent Love It, Kleed, Halloosje, of course, Nike's. Dus een beetje een playful lookje, goud, zilver, alles op elkaar. Leuk! En weer thuis. Het is inmiddels bijna 12:30. Ik kijk nog eventjes een stukje Glow. Dat is de nieuwe verslaving. Nou, ik weet niet of het verslaving is, want ik weet niet of ik het echt leuk vind. Dus ik weet ook niet of dit een tip is. Goedemorgen! Het is dinsdag. En het is nu 8 uur. Ik ga nu op de fiets naar stage. Maar ik ben nog niet helemaal wakker. Het is altijd maandagavond werkt het heel laat. En dan moet ik dinsdag heel vroeg op. Dus dan is het echt moeilijk om mijn bed uit te komen, man. Outfitje van de dag. Bril Euroland. Had ik gisteren ook op. Maar I love it. New one. Jas. Denkbaas vintage. Deze is van Comma. Marbles Vintage, loopt ze van VR Vintage. Vintage. Die is van Michael, I don't know where from. Het is van het weer dat het kan gaan regenen, maar de zon schijnt ook. Dus I don't know what to wear. Maar ik heb een paraplu mee, ik heb een zonnebril mee, ik heb een jasje mee. It's gonna be alright. En weer thuis. Ik zal nog even laten zien wat ik heb gekregen van Dijksman per R vorige week. Glutenvrije crackers. Ja, ja. Hugo Boss luchtje, super nice. San Pellegrino, visdrank, haarlak en ook nog een soort van noedels, glutenvrij volgens mij. Die hebben we al bijna op. Sabine had dus ook nog make-up, dat had ik ook wel gewild. Like, hallo, ik draag ook make-up, you should know that. Maar thank you. Oh my god, Michael heeft truffels meegenomen. Chocoladetruffels, zo erg. Mijn verslaving. Nom, nom, nom. Fashion baby. Het is natuurlijk fashion week. Dus ik heb net eventjes alle, nee niet alle outfits, maar wel een aantal gepast. Van de designers die ik al wel binnen heb. En vast wat accessoires bekeken die ik erbij ga doen. Spannend. Sneak peek. Goedemorgen. Het is woensdag. Stagedag, daarna haar laten invlechten voor Fashion Week. Super zin in bij Hair Studio Adonis en sporten. En dit weer, jongens, is echt vandaag niet te doen. Hoe dreadful en regenachtig. Kijk nou, gewoon helemaal grijzig buiten. Ongezellig. Oh, hello. It's Krusty, Madam Krusty. And I'm still not looking in the camera because I'm too posh. Oeh, kijk eens wat make-up meegenomen. Fresh Pringles van de markt. Vet lekker, I love this. Outfitje van de dag. Strik is van House of Cherries, shirt Calvos, broek Marbles Vintage.
André Lovers, Super Loose Bag, Kleurig Horloge en Belgique Boutique armbandje. Die staat heel mooi bij me. Diamond ring. Ik moet nu opschieten, want ik moet naar de kapper voor mijn haar invlechten. Gezellig. Vandaag is weer zo'n dag dat ik gewoon... Ik had iemand ingehuurd om iets te doen en die heeft vervolgens het gewoon niet goed gedaan. Daarom loop ik nu geld mis en had ik het zelf nog 10 keer over moeten doen, moest ik zelf nog dingen aanpassen eraan. Gewoon, ik betaal jou, doe gewoon goed je werk. Ik word gek. Vervolgens dacht ik, oké. En het was ook nog maar het regenen buiten, grijs, dat kan ik natuurlijk ook niet zo goed tegen. Vervolgens ben ik bij de kapper, het is wel echt heel fabulous. Maar dat liep een half uur uit, waardoor ik nu het sporten ben, heb gemist wat ik nu moet betalen. Ja, had me gewoon even gebeld dat het te laat is. En dat ik gewoon, ja, dus ze zei, ik vroeg nog van, ga je het wel redden, weet je wel. Ik heb nu nog precies een uur, nou, natuurlijk niet, gewoon anderhalf uur nodig, wat ik al dacht, maar... Anyways, ik ben nu bij Sabine. Ik ga nu naar Sabine, bedoel ik, ben nu in een gebouw en die gaat alles weer goed maken. Oh, ik verwachtte een fabulous moment, maar Sabine heeft alleen de deur open gedaan. En darling, wat heb je gekuikt? Rijst met kip gehakt, komkommer, mango, cashewnoten. Ziet er echt nice uit. Sojasaus. Staat een artikel. Ik weet niet waarom dit in één keer gebeurt, maar... Wat is dat? Mijn city gaat in één keer praten over cashewnoten. We hebben Londen geboekt! Yeah! Want we gaan namelijk proberen bij London Fashion Week binnen te komen. Thanks. Deze week Amsterdam Fashion Week en dan Londen in september! Yeah. En anders gaan we gewoon pretty daar rondlopen en doen alsof we heel belangrijk zijn. En we hebben alleen maar een heenvlucht geboekt. Ja, we komen nooit meer terug. Sorry, Michael Lamar. Sorry, we never got back. Goedemorgen! Het is donderdag, de eerste dag van Fashion Week. And every day, different hairstyle. Nee, grapje, ik heb hiermee geslapen met een panty op mijn kop. Want dan blijven de ingevlochten haartjes beter zitten. Ja, dus tip, maar dat wist je vast al wel. En ja, vandaag gewoon een stage en daarna naar Fashion Week. Eventjes een kleine pauze met water met citroen, koffie, cracker met biologische kip en avocado mengseltje met citroen, weet je wel, die ik eerder een paar vlogs geleden al had verteld, uitgelegd. Ik weet niet waarom ik dit net deed. Misschien ben ik gewoon Fashion Week happy. Ik ben al de hele dag een beetje zo, ja, op het randje van emotioneel heb ik het gevoel, maar het is ook gewoon gespannen. Volgens mij ben ik gewoon zenuwachtig voor straks, voor Fashion Week, voor... Hoe het gaat zijn en wat ik allemaal moet doen. En of ik het wel op tijd online krijg. Morgen de video's daarvan en zo. Want ik ga namelijk meteen alles filmen vandaag. En dan morgen meteen online zetten. Een soort van live update op mijn kanaal. Of het allemaal gaat lukken en zo. Ik weet niet, ik ben gewoon een beetje gespannen. Ik can't bring out. Maar goed dat ik het nu merk. Dat helpt meteen al in het verlagen van die spanning. Ja. Wow. 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 Ja hoor, zit ik even te kijken welke glitter bij mijn kluts past, die ik bij mijn outfit ga doen. Mayday, er is allemaal glitter kapot gegaan in het tasje. Ja hoor, leuk, toevallig ook groen. Oh, dat kleurt wel ook bij elkaar. Maar welke kleur blauw zal ik kiezen? Ik heb er namelijk 1, 2, 3, 4, 5, 6 kleurtjes blauw. Kijk hoe cute. Ja, different shades of... Blue. Weet je nog, vorige week had ik, of 2 weken geleden, had ik van Delilah van Attaché PR make-up gekregen. Deze, ik weet niet of je het kan zien. Oké, nou, die ziet het dus niet. Maar een brow line van Delilah make-up merk. En ik heb het net gebruikt. En it's quite sharp. Ja, ik heb dus soort van eerst mijn wenkbrauw getekend. En toen met gewoon... ander spul waar ik even naam niet op naam heb gewoon ingekleurd. Maar die brow line die is best wel handig. Dus je tekent gewoon eerst voor en dan kleur je hem daarna met wat anders in. Kleine make-up tip van iemand die verder super slecht is met make-up. Maar nou ja, super slecht. Oordeel maar zelf. Okay. Fashion Week ready almost. And.
Do you like the end result? Misschien dat mijn wenkbrauwen wel iets te heftig zijn, maar het is wel een statement. Er gaat hier de vlieg voorbij. Ik ga me nu snel aankleden, mijn outfitje aandoen. Ik heb namelijk een outfit aan van Bas Kosters. Die showt ook vanavond, dus dat is superleuk. Vergeet niet te kijken naar de travel vlog, wou ik zeggen. Ik bedoel, de Fashion Amsterdam Fashion Week dag 1 video. En dan zie ik jullie morgen. Goedemorgen. Ik ben echt kapot. Het was natuurlijk laat gisteren, het is nu weer vroeg. Ik ga nu video's editen van gisteren. En de foto's en online zetten. En bam, 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 business. En ik wou nog iets zeggen. Oh ja, ik had gisteren een fanmail gekregen, jongens, uit Frankrijk. Het gaat best wel lekker met mijn Instagram bereik en zo. Dus ik krijg nu af en toe leuke berichtjes op Instagram. Maar ik heb dus nu ook een fanmail gekregen uit Frankrijk. Echt superleuk. Dat diegene vond mij fantastisch. En die wilde ook later misschien durven om zich te kleden naar wat ze zelf mooi vond. Of hij. En dat niet rekening houden met wat de society van hun vindt. En zo, echt super lieve mail. En ik was de grootste inspiratiebron ever voor diegene. Ja, hoe leuk is dat? Daar word ik echt zo blij van. Het is echt heel leuk. Dus, maar vergeet eens niet te kijken naar het filmpje van dag 1 Fashion Week. Zometeen dag 2 al om 12 uur. Vandaag heb ik iets. Gisteren was ik aan van Bas Koster. Dus de show was echt divine. Vandaag heb ik iets aan van Teun Seuren. En die is van de lichting. Toon vindt dat ik nieuwe sokken moet. Kijk, daar heb je er. Ze wil nooit in beeld. Maar mijn sokken zijn kapot. Kijk, door de vloer die we hier hebben. Maar leuke nieuws is dat een pakketje van Juliette Heijn is binnen. Vet leuk. Juliette Heijn had mij zelf gevraagd of ik dat wilde dragen voor haar voor Fashion Week. En ze heeft het opgestuurd in een petgrote doos. Ah, oh, zo lief. Ik heb een tas van haar gekregen. Hoe leuk is dat? Vet lief. Hier is mijn pakketje voor jou. Zo schattig. Vet lief, ik ben heel benieuwd. Kijk dit. Love it. Oh mijn god. Ja. Yes. Voor morgen, zin in. Oké, outfitje van nu. Ik ga vanavond naar Fashion Week wat anders aan doen. Maar dit is van Juliette Heijnen van de Elmo Collectie. Waarschijnlijk doet dit straks uit. Want morgen showt ze en doe ik wat anders van haar aan. Dit is een tas van haar. Die mag ik houden. Zo lief. En ik heb hier mijn cyber shoes bij. Dus dit is een overal van de Elmo collectie. Heel nice ook. Maar ik doe vanavond iets aan van Teun Seuren. En die haal ik zo meteen op bij Fashion Week itself. Maar dan heb ik even een tussendoorlookje. Ook leuk. Oh, ik ben zo gestrest. Op een of andere manier neem ik er altijd voor met Fashion Week. Dat ik niet ga stressen en alles op tijd doen. Maar met het bloggen en het foto's bewerken en het video bewerken. En de kleding regelen en opmaken. En ik moet aan zoveel dingen denken. Ik heb gewoon echt een assistent nodig. Gelukkig is Michael vandaag een soort van mijn assistent. Die gaat gezellig mee. Maar oh mijn god, ik ben echt de hele tijd hyper. Dus nu naar Fashion Week. Dus ik zie jullie morgenochtend weer, jongens. Vergeet natuurlijk niet te kijken. Oh ja, mijn Instagram trouwens. Daar komen live updates van alle shows. Dus die kan je sowieso meteen bekijken mocht je dat niet weten, dan kun je dat voor de volgende keer. En de video's probeer ik dus meteen de dag erna online te zetten. Ik heb nu de eerste af, maar die moet ook nog exporteren 3 uur. Dus ik weet niet hoe ik dat ga doen. Ik hoop dat ik het bij Fashion Week kan doen. En anders komt het allemaal goed, Elio. Komt allemaal goed. Goedemorgen! Het is zaterdag. Dag 3 van Fashion Week. Ik heb alweer 2 looks bewerkt aan foto's. En ik had gisteren namelijk 2 looks aan. Eerst van Juliette Heijnen en daarna van Teun Seuren, die meeliep met de lichting met zijn show. Echt fantastisch. En nu eventjes lekker ontbijten. Avocado, sorry Sabine. Met kipgeelworst en kaas. Maar ik ga boodschapjes doen, ik ga een blog typen en dan moeten we weer in de maquillage. En dan ben je wink. Het is op zich wel zwaar hoor, gewoon al die shows tussendoor typen, foto's maken, op de foto laten. Op de foto gezet worden, voor bladen natuurlijk en zo, en websites. En dan naar huis snel, naar bed, en dan om 8 uur op, en dan meteen weer typen. En foto's bewerken. Ik ben gewoon een beetje cognitief moe. En dat was ik natuurlijk afgelopen week sowieso op een ander vlak. Misschien zit dan wel een ander deel van mijn hersenen, laten we dat dan hopen. Maar, En de vlog gisteren met exporteren ging niet goed, want dat moest ik bij Fashion Week zelf doen, omdat ik natuurlijk geen tijd meer had. Maar toen had iemand per ongeluk een stekker uitgetrokken, dus ging mijn computer uit. Dus vandaar dat hij vandaag online staat.
ik heb echt een assistent nodig die dat ik dan kan de blogs kan gaan typen en dat mijn assistent gaat editen of zo, weet je wel. Zoiets, want ik kan gewoon niet allebei tegelijk. Ik zou mezelf willen opdelen in 3 personen. Eentje die dan daar rondloopt op Fashion Week, foto's maakt, foto's laat maken. Eentje in het edit is en eentje in het blog is tegelijkertijd. De million dollar business Elio here is. Yes. Maar ja, voor nu moet het maar even zo. Live calls misschien. And ready for day 3. Ik heb nu een gedeelte van mijn outfit aan. Juliette Heine. En de rest kun je weer zien op mijn website. En weer thuis. Het is laat. Het was een hele drukke, lange dag. Ik heb 2 blogs geschreven vandaag over gisteren. Ik heb inmiddels mijn cup afgehaald. Cremmetje op. Ik weet niet hoe jullie dat doen hoor, dames. Elke dag. Of mannen die ook elke dag make-up dragen. Elke dag make-up dragen en daar s'avonds weer afhalen. Ik vind het af en toe echt wel leuk om op te doen. Het is fabulous. Maar elke dag af en aan. Hell girl. Ik haat het afhalen namelijk ervan. Chrissy heeft trouwens weer een doosje gevonden. De doos waar Juliette de kleding had gedaan. Oh, poesie. Vind je het zo leuk in je doosje? Kijk, mooi schatje. Oh, leuk. Het was heel dag alleen geweest, hè. Goedemiddag. Het is zondagmiddag. Ik ben weer klaar voor Fashion Week. We gaan vandaag wat later. Moest nog dingen doen, blog schrijven. Ik was super duper moe. Maar ik ben er weer klaar voor, as you can say. Ik ga wel de vlog afsluiten, liefjes. Want ik ben vanavond bij Fashion Week. Morgen is het een nieuwe week. Dus morgen begint ook weer een nieuwe vlog. Bedankt voor het kijken deze week. Vergeet niet je duimpje omhoog te doen. En I love you, liefjes. En couscous!